Yo, wat up gasten, het is zondag, dus het is tijd voor een Banya Movie. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de 7 miljard mensen die leven op deze aarde. Want van die 7 miljard mensen zijn heel veel soorten mensen te vinden. De ene soort is leuk en de andere is irritant. En jullie kennen mij natuurlijk, ik ga het hebben over de irritanten. Zo heb je bijvoorbeeld mensen die gaan vragen naar iets wat overduidelijk is. Dude, slaap je al? Gozer, hey kerel, zeg gewoon of je slaapt of niet. Ik vraag niet iets bijzonders. Slaap je? Ja of nee? Kom op, geef gewoon antwoord! Wat is er, man? Oh nee, niks. Ik wist niet dat je slaapt. Slaap lekker verder. Yo. En natuurlijk zijn dat soort mensen irritant, alleen ik heb 72 afleveringen voor Kansloos mogen presenteren. Dus ik kan uit ervaring vertellen dat bekende Nederlanders misschien nogal net iets irritanter zijn, want hun zijn overal. Alles wat open gaat op aarde, daar hoort een BN erbij. Of het nu een film, een theater, een album is of wat dan ook. Er moet een BN erbij zijn, bij elke opening. Ja, spannend deze opening. Welke opening? Van die zak chips! Oh, ik heb de trailer bekeken en het zag er goed uit. Ik ben heel benieuwd, man. Oké, maar waarom dan? Oh, daar waar de zak is geopend. Stuur deze beelden even naar RTL Boulevard, wil je? Dankjewel, hoi. Wat een weirdo. En weet je, misschien ligt het allemaal wel aan mij, want tegenwoordig doet iedereen zich anders voor dan dat ze daadwerkelijk zijn. Of het nu via Instagram, Twitter, Facebook of wat dan ook is, iedereen is anders dan ze daadwerkelijk zijn. Is het dan niet wijsheid als ik mezelf ook een keer ga aanpassen? Misschien moet ik wel gewoon iets meer een gangster worden. Hey yo, MC Bardo hier in de building met al die leven shit. Ik ga je vandaag 3 dingetjes zeggen waar het leven om draait, yo. Als eerste, getting money. Als tweede, fucking bitches. En als derde, het begrijpen van de stelling van Pythagoras. Oh, motherfuckers. Oké, misschien is de stelling van Pythagoras niet heel erg gangster en zijn gangsters al verouderd. Dus moet ik een iets actuelere menssoort zoeken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Zwarte Pieten discussie? Ik bedoel, daar zou ik perfect voor zijn. Ik heb overal kritiek op, ik vind alles kut en ik zeik overal over. Wow, gast, wat heb je op je hoofd? Sinterklaas is racisme. Wat? Is Sinterklaas ook al racistisch? Ja, wij blanke mensen worden een soort van superieur afgebeeld ten opzichte van de rest, maar dat zijn we niet. Iedereen is gelijk aan elkaar. Sinterklaas is racisme. Weet je, mensen zoals jij, hè, die verpesten het feest echt voor de rest van Nederland. Ja, en Kerstmis gaat trouwens ook te ver, want bij Kerstmis heb je elfjes en wij hebben lilliputters. Kan je ook niet doen, is lullig. En als laatste heb je daar natuurlijk de Bardo, een menssoort wat altijd een vaag einde heeft bij elke video. Doei! Maar wacht, waarom zou Bardo zo abrupt een einde maken aan een video? Dat doet hij normaal nooit. Tenzij Bardo niet Bardo is. Wij hebben een insider met speciale informatie. Ik kan bevestigen dat de Bardo die jullie zien niet de echte Bardo is. Volgens mij is dat gewoon een acteur en zit Bardo op het Illuminati-eiland. Hierbij is niet alleen de vermissing van Bardo Ellens bevestigd, maar ook nog een keer de Illuminati. Confirmed. What the fuck is dit voor einde? Dat zou Bardo nooit doen. Of doet hij dit allemaal expres gewoon omdat hij het leuk vindt? Yo, what up gasten, leuk dat je hebt gekeken naar deze Banyo Movie. Als je nou heel eventjes naar beneden scrolt, dan is daar een video-omschrijving. Daar staan allemaal linkjes in die jou verder helpen in het leven. Je kan ook op het blauwe duimpje omhoog klikken als je de video leuk vond. En natuurlijk abonneren. Als je toch al bezig bent met al die dingen, ga dan even naar boven. Daar staat een linkje en die kan je doorsturen naar al je vrienden. Nogmaals bedankt voor het kijken, jongens. Check jullie later. Je hebt echt een raar kanaal, Bardo. Nou, dat is niet echt aardig om te zeggen, Thomas.